Check. Yes, goedemorgen. Stipt 10 uur. Tenminste, bijna. Dus we gaan beginnen. Ik hoop dat we goed te verstaan zijn. We gaan vandaag het hebben over de nieuwste versie van het Totara Experience, Talent Experience platform, als ik hem helemaal goed zeg. Oftewel gewoon Totara. Er is een nieuwe versie uitgekomen met een aantal nieuwe functionaliteiten. Mijn naam is Melle. Ik ben inmiddels 3 jaar werkzaam bij de Coursera Company in de rol van account manager. Wellicht dat sommigen mijn gezicht dan ook al wel herkennen. Ik werk regelmatig samen met mijn collega Robin. Ik geef zo meteen ook zeker even het woord volledig eigenlijk helemaal over aan Robin. Zij gaat het webinar voor jullie inhoudelijk presenteren. Voordat we daar naartoe gaan, hebben we even een paar huishoudelijke mededelingen. Dus als jij hem op de volgende slide zou willen zetten, Robin, dan gaan we het namelijk even hebben over de organisatorische mededelingen rondom het webinar. Het zal ongeveer 30 minuten duren, wellicht dat we iets eerder klaar zijn. Mocht je het webinar terug willen kijken, deze wordt op dit moment al opgenomen. Deze zal altijd terug te vinden zijn in de wiki, de externe wiki. Maar jullie ontvangen ook een opname direct toegestuurd na de afloop van het webinar. De PowerPoint die we vandaag laten zien, die zal ook geplaatst worden in het web, in de wiki. Momenteel staan jullie gemute. Dat betekent niet dat we jullie helemaal stil willen houden. Integendeel, mochten er vragen zijn, stel ze alsjeblieft eventjes via de chat. Als het goed is, hebben jullie mijn eerste bericht daar net gezien en kan je daaronder op reageren. Ik zal deze vragen dan vervolgens op een geschikt moment even aan Robin vragen. Mochten we er tijdens het webinar niet naartoe komen, dan is daar op het einde altijd nog even ruimte voor. Kijken of we het dan eventjes kunnen bespreken. Mocht het nou een uitzoekklusje worden, dan hebben we jullie mailadressen uiteraard. Dus dan komen we er op een later moment nog bij terug. Nou, dat zijn eigenlijk de punten die ik vooraf organisatorisch even met jullie door wilde nemen. Geef ik graag het woord over aan mijn collega Robin. En dan wens ik jullie heel veel plezier bij dit webinar. Yes, nou, ik ben dus Robin, voor de mensen die mij niet kennen. Ik werk ook ongeveer 3 jaar voor de Coursera Company, voornamelijk als Totara consultant. Wat eigenlijk betekent dat ik heel veel weet over Totara en bestaande klanten help, nieuwe klanten help met vragen die ze hebben, nieuwe functionaliteit of dingen die niet goed werken. En vandaag dus eigenlijk ga ik jullie meenemen in de nieuwe functionaliteiten die in versie 16 van Totara beschikbaar komen. Of zijn gekomen eigenlijk. Ik ben er zelf heel erg enthousiast over. Ik vind dat er heel veel goede functionaliteiten in zitten. Ik ga even door naar de volgende slide, want heb ik een kleine agenda erin gezet. Ik ga jullie zo ook een plaatje laten zien van de Totara Experience platform. Dat bestaat eigenlijk uit 3 modules. Totara Learn. Dat is eigenlijk de module die iedereen altijd heeft. Dat gaat echt over het leren. Daar gaan we kijken naar het centraal notificatiesysteem. Dan heb je Totara Engage. Dat gaat eigenlijk over social learning. Daar zijn 2 nieuwe functionaliteiten erbij gekomen. Een werkgroepnotificatie in CNS heb ik van gemaakt. Centraal notificatiesysteem. Toevoegen van doelgroepen is mogelijk. En Totara Perform is de 3e module. Die gaat echt over performance management. En daar zijn een aantal functionaliteiten bij gekomen die het beheren van bijvoorbeeld beoordelingen of check-ins makkelijker maakt. En ik ga ze allemaal gewoon even af. Ik heb print screens erbij zitten. Screenshotjes die het duidelijker maken. En ik geef overal even een korte uitleg bij wat het is, hoe je het kan gebruiken. Mocht je dus vragen stellen, zet ze in de chat en Melle zorgt ervoor dat ik die uiteindelijk ga beantwoorden. Dit is eigenlijk even een klein overzichtje van wat de Totara Talent Experience Platform is. Dit zijn de 3 verschillende modules waar ik het net over had. En dit is hoe Totara het eigenlijk ziet als een totaal experience platform. Met verschillende onderdelen en modules die allemaal geïntegreerd zijn met elkaar. Wij gaan ze wel even allemaal apart bekijken, omdat dat nou eenmaal makkelijker is. Waarbij ik begin met Totara Learn. En met het centraal notificatiesysteem. Dit is een van de dingen waar ik eigenlijk best wel enthousiast over ben. En dat komt doordat het eigenlijk je leven als beheerder makkelijker maakt. En dit zat er al een tijdje aan te komen. Sommige klanten van mij wisten misschien al dat ik het hierover heb gehad. En in Totara 14 was eigenlijk al een bepaald onderdeel, of eigenlijk een begin gemaakt van het centraal notificatiesysteem.
Daar waren namelijk alle notificaties van de programma's en certificeringen al opgenomen in het centraal notificatiesysteem. Dus voor degene die al op versie 14 of 15 zitten, komt dit misschien bekend voor. Want daar heb je eigenlijk dezelfde pagina waar dan programma's en certificeringen bij staan. Zoals jullie zien zijn het nu een aantal meer opties, waarbij ze het notificatiesysteem eigenlijk uitgebreid hebben. In dit geval heb ik eigenlijk een print screentje van de bijeenkomsten. Ik moet er misschien even bij zeggen, de vormgeving is eigenlijk een beetje onze standaard vormgeving, waar we ook heel veel demo's mee geven. En je zal zien dat nog niet alles vertaald is naar het Nederlands. Sommige standaardwoorden wel, bijeenkomst bijvoorbeeld wel. Maar je ziet hier al dat de verschillende namen van de notificaties, dat die nog niet aangepast zijn. Dat komt omdat de vertaling op dit moment gedaan wordt. Wanneer we jullie willen gaan upgraden, zijn al die vertalingen netjes verwerkt. Maar nu ga je nog niet alles in het Nederlands zien. Maar ik ga de uitleg bij geven. In dit geval heb ik eigenlijk eventjes het tabje bijeenkomsten opengeklikt. Wat eigenlijk betekent nu dat je de bijeenkomsten op systeemniveau allemaal kan instellen. Was eigenlijk al wel het geval. Werkt misschien ook wel een beetje soortgelijk als voorheen. Had je ook eigenlijk op systeemniveau dat je de bijeenkomsten, de notificaties kan instellen. Je kan zeggen dat je ze wil inschakelen, dus dat je ze wil gebruiken. Je kan ze aanpassen. Het verschil zit hem er eigenlijk in dat het nu op een andere locatie zit in het systeem. Omdat je een centraal notificatiesysteem hebt, heb je eigenlijk steeds meer één locatie waar je alle e-mails kan zien die verstuurd kunnen worden. Wat het voor jou makkelijker maakt als beheerder om te zien hoeveel e-mails krijgt iemand eigenlijk. Wil ik misschien bepaalde e-mails uitzetten omdat iemand anders heel veel e-mails krijgt. Hiervoor was het op wat verschillende plaatsen. Nu wordt het steeds meer op één locatie. Wat het gewoon makkelijker maakt om te zien, oké, er gaat iets niet goed in een e-mail. Waar moet ik dat dan eigenlijk gaan aanpassen? Nou, heb je nu één locatie. En met dit centraal notificatiesysteem zijn er eigenlijk ook meer notificaties bijgekomen voor bijeenkomsten. Ik heb ze even geteld, want ze staan niet allemaal op de print screen. Dat werd een beetje te veel. In totaal zijn er nu 25 verschillende notificaties die je kan sturen. Die je dus niet hoeft te versturen, maar het is wel mogelijk om dat te doen. En je zou ook nog extra notificaties toe kunnen voegen. Waar ik heel erg blij van werd ook, is dat je nu notificaties kan sturen voor course activities. Dus activiteiten in een cursus. Maar ook notificaties voor cursussen zelf. En als we dan kijken naar course activities, dan betekent het eigenlijk dat je een notificatie kan sturen wanneer een gebruiker een activiteit heeft voltooid. Dus mocht het gaan om een cursus waar je een e-learning hebt en je wil daarna een mailtje sturen, of dat ze het voltooid hebben, of dat je zegt van nou, je hebt nu de e-learning voltooid, ga door met de klassikale bijeenkomst of de volgende e-learning of wat het dan ook is, dan kan je daar nu een e-mail voor sturen. En dat kan dus eigenlijk bij iedere activiteit die je in een cursus hebt zitten. Daarnaast heb je dus op cursusniveau eigenlijk e-mails. En ik weet dat een aantal klanten bijvoorbeeld programma's gebruiken, omdat je bij cursussen helemaal geen berichten kon sturen. Volgens mij een standaard inschrijfbevestiging, maar die was voor iedereen hetzelfde, voor iedere cursus. Maar dat was het. Dus ook geen reminders als je denkt, nou, je moet een cursus voor een bepaalde tijd af hebben. Of we willen gewoon nog even een keer een reminder sturen. Dat mensen weten, oké, je moet wel echt even iets gaan doen. Dat kan nu. We hebben hier 4 verschillende e-mails voor cursussen. De eerste gaat, Learn a Completed Course. Gaat dus echt over een berichtje wanneer iemand de gehele cursus voltooid heeft. Maar wat eigenlijk heel mooi is, is dat ze een course due date hebben toegevoegd. Eigenlijk in de cursus kun je of een relatieve of een echte start, nee, geen start, vervaldatum instellen. Wat betekent dat als je een vervaldatum hebt, dat je daar een reminder voor zou kunnen sturen. Maar daar kom ik zo meteen nog op terug, daar gaan we dieper op in. De derde gaat over een inschrijfbevestiging.
Je kan een algemene op cursusniveau zetten of op systeemniveau zetten. In de cursus kun je die aanpassen. Of een e-mailtje wanneer iemand zich uitschrijft. Het mooie van dit systeem is dat je hem dus hier op in het centraal notificatiesysteem stel je hem in. Een bepaalde e-mail bijvoorbeeld die heel erg algemeen is, die je gewoon 9 van de 10 keer zou kunnen gebruiken. En als ik dan even doorklik, dan kan ik alles in de cursus nog wijzigen. Dus dit is eigenlijk hoe het er een beetje in een cursus uitziet. Per cursus kan ik hem nog inschakelen of uitschakelen. En hier heb ik bijvoorbeeld een e-mail met de course due date. Heb ik een e-mail ingesteld. Nou, ik heb hem nu test reminder genoemd. De medewerker ontvangt hem. Ik zou bijvoorbeeld ook nog naar een manager kunnen sturen. En 1 dag voor de due date heb ik hem ingesteld. In dit geval heb ik een relatieve datum gekozen. Dit heb ik even uitgezocht. Een relatieve datum. Bij een relatieve due date kijkt het systeem naar de datum waarop de gebruiker voor het eerst iets heeft gedaan in de cursus. Dus als je als een gebruiker zich inschrijft, dan moet hij echt eventjes iets gedaan hebben in de cursus voordat die due date eigenlijk gaat lopen. Dat kan soms moeilijk zijn, want alleen inschrijven voor een cursus zorgt er niet gelijk voor dat hij dat gaat berekenen. Dus ik ben eigenlijk nog een beetje in gesprek met Totara. Of we er ook voor kunnen zorgen, of hoe ik ervoor kan zorgen, ik ben het nog aan het testen, dat als iemand zich inschrijft, dat die due date gelijk gaat lopen. Maar dat is dus wel met een relatieve due date. Je kan ook gewoon een vaste vervaldatum pakken, waarbij ik zeg, nou, iedereen moet het gewoon voor 5 oktober 2022 gedaan hebben. En dan kan ik op basis daarvan ook een reminder sturen. Op dit moment zit ik dus eigenlijk in de cursus. Hier zie je ook bij het beheermenu cursus. En daar heb je altijd nu een extra menu item notificaties. Hier kan ik nog zeggen dat ik de e-mail voor de cursusactiviteiten uitschakel. En dan ga ik hem ook niet meer per activiteit terugzien. Je zit toevallig ook een bijeenkomst in de cursus. Dus hier zie ik ook nog gelijk alle notificaties voor de bijeenkomst die ik nog kan gebruiken. En zo kun je eigenlijk in het centraal notificatiesysteem voor alle cursussen, alle activiteiten, alle bijeenkomsten een standaard e-mail instellen. Maar die kun je altijd per activiteit, cursus of bijeenkomst nog wijzigen, zodat je hem specifieker zou willen maken. Ik krijg een vraag binnen, Robin. Ja. Daar komt-ie. Ja. Is het ook, allereerst dankjewel Martijn voor het stellen van de vraag. Martijn vraagt zich af, is het ook mogelijk om op één plek een mutatie voor alle cursussen door te voeren, in plaats van per cursus afzonderlijk? Ja, dan moet je wel echt gebruik maken van de e-mail op, ja, dan moet ik eigenlijk even één stapje terug nog. Die wijziging kun je maken in het centraal notificatiesysteem. Als je hier een bepaalde gebruik maakt van een notificatie die je op systeemniveau instelt, kan je eigenlijk aangeven dat je die voor alle cursussen op die manier wil gaan instellen. Waarbij die wel dus mogelijke wijzigingen die je in een cursus hebt gemaakt gaat overschrijven. Dus dat is wel goed om bij te houden. Alles wat je op systeemniveau instelt, kan je een soort van pushen naar het niveau waar je hem eigenlijk ook zou kunnen wijzigen. Dus dat geldt ook voor de cursusactiviteiten, ook voor de bijeenkomsten. Alles wat je op systeemniveau instelt, kun je pushen. Dat eventuele wijzigingen eigenlijk soort van worden rechtgetrokken. Maar goede vraag. Ja, want dan hoef je het inderdaad niet per cursus aan te passen. Gewoon op één niveau en dat gaat hij eigenlijk doortrekken. Ja, goed. Ik krijg bericht dat Martijn het helemaal duidelijk vindt. Zo. Dankjewel. Dus, top. Veel succes verder. Even kijken. Dan wilde ik deze ook nog even laten zien. Misschien voor de mensen die al hebben gewerkt met het centraal notificatiesysteem voor programma's en certificeringen, hebben dit waarschijnlijk al een keer gezien. Maar ik vond het wel goed om hem nog even een keertje erbij te pakken. Omdat er eigenlijk nu ook wat meer functionaliteiten eigenlijk zijn toegevoegd aan het schrijven van de notificaties. En je ziet hier eigenlijk even kort op een rijtje.
waarbij ik de verzendmethode heel graag wil laten zien. Omdat er een aantal verschillende manieren zijn voor het verzenden van e-mails. Of het verzenden van notificaties, moet ik erbij zeggen. Want e-mail is er eentje van. Dus het versturen van een e-mail. Daarnaast heb je ook nog site-notificaties. Dat is eigenlijk een beetje bovenaan in jullie Totara-omgeving. Taken, heb je een takenblok voor. Waarschuwingen, eigenlijk ook een beetje bovenin jullie Totara-omgeving. En je ziet Microsoft Teams staan. Hier moet ik wel bij zeggen dat voor de integratie met Microsoft Teams is wel module Totara Engage nodig. Heb je die niet, dan ga je dit niet zien. Je ziet dit nu wel, omdat dit op een testomgeving van ons is gemaakt en daar hebben we die module aan staan. Vandaar dat deze optie erbij komt te staan. Je ziet hier een aantal vinkjes staan. Dat is eigenlijk de verzendmethode die standaard staan ingesteld. Kan voor jullie verschillend zijn wat jullie gebruiken. Wat goed is om te weten, is dat je dus alle notificaties in het notificatiesysteem kan forceren. Wat eigenlijk betekent dat een gebruiker zelf zou kunnen aangeven, ik wil geen e-mail ontvangen. Gebeurt niet heel veel. Zou je op systeemniveau ook alweer kunnen uitzetten dat ze dat hun eigen voorkeuren op die manier kunnen aanpassen. Maar hier kan je dus per notificatie zeggen, ik forceer dat er een e-mail wordt gestuurd. Wat betekent dat de gebruikers altijd een e-mail ontvangen. Ook al zeggen ze of geven ze aan dat ze dat liever niet willen, ze ontvangen het altijd. Vooral dus voor e-mails die heel belangrijk zijn, waarvan je wil dat iemand die echt ontvangt, dat ze het niet mogen missen, kan je hem forceren en weet je dus eigenlijk dat hij altijd verstuurd wordt. En zo zou je dat ook met de andere manieren van het versturen van notificaties kunnen doen. Dan de tweede gaat over meertaligheid. Misschien niet voor iedereen van toepassing, maar wel goed om te weten dat je eigenlijk nu heel makkelijk alle notificaties meertalig kan maken. En dat zie je hier eigenlijk in dit voorbeeld. Je ziet hier taal EN, dus de taal Engels en taal Nederlands. En die hebben dus alle twee eigenlijk een andere titel of ander onderwerp van de e-mail. En hier zie je dat ook nog een klein beetje bij de inhoud. Dus zo heb je eigenlijk één e-mail. Je voegt hier alle verschillende talen toe met de tekst van de e-mail. En vervolgens wordt die op basis van de voorkeur van de gebruiker. Dus als ik Engels heb, dan zie ik alleen course enrollment en dit stukje van de e-mail. En alles wat Nederland is, zie ik dan niet. Maar zo heb je wel op één locatie de verschillende vertalingen van de e-mail staan. Waarbij dat hiervoor eigenlijk net even iets anders werkte. Maar zo kun je heel makkelijk zien of het goed gaat. En als je een e-mail hebt, ergens gaat in vertaling iets niet goed, kun je dat heel gelijk makkelijk gaan aanpassen. De laatste gaat over de parameters. Die zie je eigenlijk hier in de inhoud staan. Je ziet hier al hi, subject, first name. En ik heb course full name with link toegevoegd. Het is heel makkelijk om parameters toe te voegen. En die komen er eigenlijk op deze manier ook uit te zien. Wanneer je gaat upgraden, gaan wij als consultant je gewoon even uitleg geven hoe dit nog verder werkt. Dus je hoeft het helemaal niet te onthouden. Het is om een beetje te laten zien wat erbij komt. Maar we gaan allemaal uitleg geven over hoe dit precies werkt. En jullie begeleiden in hoe we dit makkelijk kunnen gaan inrichten. Maar het is heel makkelijk om dus parameters, in het Engels heet het placeholders, toe te voegen. Omdat je eigenlijk gelijk een lijst te zien krijgt van wat je kan gaan gebruiken. Dat was hem eigenlijk voor nu over het centraal notificatiesysteem. Ik weet niet, Melle, of jij stiekem vragen hebt. Anders ga ik langzaamaan door naar de volgende. Je kan zeker door naar de volgende, ja. Oké, top. Want dat was het eigenlijk voor Totara Learn. Ik ga nu door naar, nou ja, eigenlijk nog een klein beetje een integratie is dit. Dit gaat eigenlijk over Totara Engage en een beetje over Learn. Want in Totara Engage heb je werkgroepen. Werkgroepen kan je gebruiken om bijvoorbeeld verschillende gebruikers met dezelfde functie, maar die op verschillende locaties werken, verschillende landen misschien zelfs wel, samen in een werkgroep te zetten, zodat ze
informatie kunnen delen met elkaar, kunnen discussiëren, vragen kunnen stellen. Maar er zijn heel veel meer mogelijkheden hoe je werkgroepen kan inzetten uit doTERRA Engage. En daar hebben ze eigenlijk een e-mail die eigenlijk alleen in het Engage gedeelte zat. Dus die was op een hele andere locatie te wijzigen. Hebben ze nu ook in het centraal notificatiesysteem gezet. Dus eigenlijk een verdere uitbreiding van het notificatiesysteem. En die zie je hier eigenlijk staan. Het is een notificatie wanneer een gebruiker wordt toegevoegd aan een werkgroep. Nou, die kan je hier nu ook vinden, die kan je inschakelen. Werkt eigenlijk op dezelfde manier als de andere onderdelen waar je een notificatie voor zou kunnen maken. Ook per werkgroep zou je dat weer kunnen instellen. Dus dit is eigenlijk ook even een klein dingetje die nieuw is. En het volgende voor doTERRA Engage heeft met doelgroepen te maken. Hier word ik eigenlijk ook heel erg blij van. Het toevoegen van mensen aan een doelgroep of gebruikers aan een doelgroep was of per functie of positie of individueel. Wat het soms wat moeilijk maakt als je een grote werkgroep wil maken. En ja, doTERRA werkt nou eenmaal heel goed op doelgroepen. Dus dat hebben ze nu toegevoegd. En dat zie je eigenlijk op deze op dit screenshot die ik heb toegevoegd. Nou, de werkgroep heet werkgroep 1. Er is eigenlijk een extra tapje bijgekomen met audiences. Nou ja, dat wordt dus nog naar het Nederlands vertaald. Hier kan ik hem eigenlijk heel makkelijk toevoegen. En als ik naar de volgende screenshot ga, kan ik eigenlijk gewoon de doelgroep kiezen die ik wil toevoegen aan de doelgroep. En ook die worden eigenlijk automatisch bijgewerkt zoals het altijd werkt met doelgroepen. Hij wordt altijd geüpdate. Mocht er iemand gebruiker worden toegevoegd aan de doelgroep, wordt hij ook gelijk toegevoegd aan de werkgroep. Mocht er iemand worden verwijderd uit de doelgroep, zal ook de toegang tot de doelgroep, tot de werkgroep worden ontzegd. Betekent wel dat een gebruiker altijd toegang houdt tot de verschillende bronnen die in de doelgroep stonden, waar die gebruiker die al gezien heeft of gebruik van heeft gemaakt. Maar maakt het wel makkelijker om werkgroepen automatisch te kunnen beheren in plaats van dat je dat als beheerder zelf mensen moet toevoegen of moet gaan verwijderen uit de werkgroep. Dat was hem voor doTERRA Engage. Dan doTERRA Perform, waar ik ook heel erg blij van word. En ik weet een aantal klanten die doTERRA Perform en voornamelijk performanceactiviteiten gebruiken ook heel erg blij van worden. Ik heb eigenlijk hier de functionaliteiten die nieuw zijn groen omrand. Wat eigenlijk neerkomt op dat wijzigingen in rol, bijvoorbeeld een manager van iemand, dat die automatisch verwerkt worden. En dat wanneer een gebruiker wordt geblokkeerd, bijvoorbeeld wanneer een gebruiker uit dienst gaat, dat daar een performanceactiviteit ook gelijk op wordt aangepast. En een performanceactiviteit, zo heet dat eigenlijk in doTERRA Perform, maar dat kan eigenlijk een beoordeling zijn, 360 graden feedback, een check-in. Eigenlijk alles wat met een beoordelingsproces te maken heeft. En dan moet je niet denken aan een beoordelingsproces. Ja, hoe ik het soms een beetje nieuw is, noem, is niet op de ouderwetse manier. Dus een beoordelingsgesprek, een functioneringsgesprek. Maar echt een wat ja, nieuwere beoordelingsproces. Dat je door het jaar heen ja, wat meer check-ins bijvoorbeeld met je leidinggevende hebt om te kijken hoe gaat het, waar gaan we naartoe. Daar wordt eigenlijk performanceactiviteit voor gebruikt. En ik ga eigenlijk nu de verschillende functionaliteiten even langs om te laten zien hoe het eruit ziet en hoe het precies werkt. En de eerste gaat over het automatisch sluiten van de activiteit. En dat betekent eigenlijk dat hier ben ik eigenlijk ingelogd als een manager. Dat zie ik ook. Het gaat hier om performanceactiviteiten die bijvoorbeeld over mij gaan. Dit is mijn rol ook, dat ik een manager ben van iemand anders. En in dit geval ben ik eigenlijk niet meer de manager van test user 2. Die heeft een andere manager gekregen. Dan kan hij of zij is naar een andere afdeling gegaan, waardoor ik niet meer de manager ben. En op dit moment is de check-in, heeft de voortgang niet ingestuurd, maar heeft een slotje erbij. Wat betekent dat ik eigenlijk niks meer hoef te doen als manager. Hij is gewoon afgesloten. Ik zie hem nog wel hierin staan, maar ik hoef niks meer te doen.
krijg een korte vraag eventjes, wel goed even voor de verduidelijking, denk ik. We krijgen een vraag binnen via de chat. We hebben eigenlijk alleen Totara Learn. Gelden deze wijzigingen dan ook? Nee, daar geldt eigenlijk de wijzigingen of de nieuwe functionaliteiten wat het centraal notificatiesysteem geldt. Die gelden dan voor jullie. Maar Totara Engage en Totara Perform zijn echt twee extra modules die je moet hebben ingeschakeld en eigenlijk erbij moet kopen om gebruik te kunnen maken van die functionaliteiten. Dus in dit geval is eigenlijk het eerste gedeelte wat ik heb uitgelegd over het centraal notificatiesysteem wel voor jullie van toepassing, maar de andere functionaliteiten niet. Nee. Precies. Maar zijn misschien wel alsnog interessant om te horen wat het is en hoe de ontwikkeling gaat. Misschien dat het in de toekomst alsnog interessant is. Precies. Kan je in ieder geval even wat inspiratie opdoen rondom Engage en Perform. Weet in ieder geval dat je ook altijd even contact op kan nemen met de accountmanager om even meer uit te leggen van wat houdt nou Engage precies in en wat houdt Perform nou precies in ten opzichte van Learn. Wat voor meerwaardes liggen daarachter? Dus, maar inderdaad, goed punt om even te vermelden hier. Dus dankjewel voor je vraag ook, Marije. Yes, helemaal goed. Dus ik had het net over als ik als manager, als een medewerker, dus een andere manager krijg, zie ik als manager in dit geval de check-in nog wel, maar hoef ik niks te doen. Dit geldt eigenlijk ook hetzelfde als mijn gebruiker uit dienst gaat, mijn medewerker uit dienst gaat, moet ik eigenlijk zeggen. Dan blijf ik hem nog wel zien, maar komt er een slotje achter wat eigenlijk laat zien dat ik hem niet meer, er niks meer mee hoef te doen. En in dit geval zie je dus ook, hierbovenin zijn er nog twee activiteiten die ik moet voltooien. En dat zijn eigenlijk de check-in en een testactiviteit van andere gebruikers. En de check-in van test user 2 staat er niet meer bij, omdat ik daar niks meer voor hoef te doen. Dus maakt het ook makkelijker als manager om te zien, oké, voor welke medewerkers moet ik nog iets doen. Eigenlijk de functionaliteiten die we net even hebben gezien, die stel je op systeemniveau in. Dat was eigenlijk de eerste afbeelding die ik liet zien in het eerste screenshot. Ik zou nog wel kunnen zeggen dat ik bij sommige activiteiten dat automatisch wijzigen van bijvoorbeeld een manager of dat een medewerker uit dienst gaat of naar een andere manager gaat, dat dat automatisch wordt gesloten. Ik kan nog aangeven dat ik dat niet wil binnen een activiteit. Ik kan me voorstellen dat als de manager niet altijd even goed staat in de totale omgeving, dat ik dat automatisch sluiten of dat automatisch wijzigen van manager, dat het niet altijd handig is om te doen. Dan zou ik eigenlijk per activiteit nog kunnen aangeven dat ik dat gewoon niet wil. Dus ik zou het aan kunnen zetten op systeemniveau, per activiteit uit, of juist uitzetten op systeemniveau en per activiteit aan. Dit is iets wat we eigenlijk als consultant met jullie gaan bekijken wat handig voor jullie is. Het systeem moet voor je werken. Je moet er het minste werk aan hebben. Het moet het liefst automatisch gaan. En beide opties zijn eigenlijk mogelijk. Maar weet dat het gelukkig op dit moment Totara is heel goed in alles openhouden en ervoor zorgen dat je heel veel dingen kan wijzigen op verschillende niveaus. Dat is hier dus ook het geval. Dan vind ik dit eigenlijk ook nog een hele fijne. Het was al mogelijk om de activiteit te sluiten wanneer die voltooid was. Op dit moment kun je ook werken weer met een due date, dus een vervaldatum. Wat in dit geval betekent, als ik een bepaalde vervaldatum heb voor de activiteit, dus bijvoorbeeld iedereen, ik wil dat iedereen eigenlijk de activiteit voltooid heeft voor 10 september... dan zet ik de vervaldatum 10 september erin. En als ik hier dit aanvink, dan sluit de activiteit op 10 september. Wel goed om rekening mee te houden dat het niet betekent dat iemand hem op dat moment gedaan heeft, voltooid heeft ingevuld. Maar hij sluit hem gewoon. Dus iemand die nog niet begonnen is, kan hem niet meer afmaken. Of niet eens starten. Iemand die begonnen is, maar hem niet heeft afgemaakt, kan hem ook niet meer afmaken. In sommige gevallen kan het gewoon heel goed werken om wel met de vervaldatum te werken. Al was de vervaldatum er al wel om bijvoorbeeld reminders te versturen, maar hij sloot hem gewoon niet.
En ik kan me in dit geval ook nog wel voorstellen dat je het wel makkelijk is om hem te sluiten op een bepaalde datum. Omdat je vaak werkt met niet één beoordeling of één check-in per jaar, maar je hebt er een aantal. En zo kun je zeker zijn dat een check-in bijvoorbeeld voor kwartaal 1, dat die in kwartaal 1 aan het eind wordt gesloten. Of je hem dan gedaan hebt of niet. Nou ja, dat maakt in dit geval dan niet uit, want hij wordt gesloten. Zodat je weer met een nieuwe check-in kan beginnen en kan behandelen in kwartaal 2. En niet dat de check-in van kwartaal 1 eigenlijk nog aan het eind van het jaar openstaat. Dat er niks mee is gedaan. Dat kan gewoon ook niet altijd even handig zijn. Dus zo kun je hem eigenlijk automatisch laten sluiten. Wat er ook bij is gekomen. Dit was me eigenlijk niet heel erg opgevallen. Maar nog net vorige week kwam ik erachter dat dit ook nieuw is. In een activiteit kun je 360 graden feedback gebruiken. En dan kon je heel veel verschillende participanten of eigenlijk deelnemers selecteren. Een aantal vanuit het functieprofiel. Dus als subject ben je dat vaak zelf als medewerker. Je had al een manager. Je had de manager van jouw manager. Een beoordelaar. Een peer is eigenlijk een collega die je kan selecteren. Maar ook een mentor, een reviewer. En in dit geval kun je dus ook een direct report selecteren. Wat eigenlijk betekent, een direct report is eigenlijk, als ik manager ben, zijn dat mijn eigen medewerkers. Die zou ik op deze manier heel makkelijk kunnen toevoegen aan een activiteit. Waardoor je dat zelf bijvoorbeeld niet meer hoeft te selecteren. Maar ja, een direct report heeft eigenlijk ook natuurlijk een beetje te maken met het functieprofiel. Want in een functieprofiel ben ik dan gekoppeld als manager. Waardoor het systeem dat eigenlijk automatisch gaat pakken en ik helemaal niks meer daarvoor hoef te doen. En hieronder, ja, het zit er een beetje doorheen, maar external respondent is eigenlijk een externe. Ook nog iets heel kleins wat misschien niet altijd opvalt, maar wat wel handig is. Is het toewijzen van de performance activiteit. Dat kon al op basis van doelgroep, een organisatie of positie. Maar nu kan ik ook een individuele gebruiker toewijzen. Mocht je net even iemand hebben die buiten alle opties valt. Hoe je de mensen eigenlijk in groepjes misschien een bepaalde activiteit wil toewijzen. Kan je eigenlijk ook nu een individu toewijzen. Kan heel makkelijk zijn. En dit is eigenlijk het laatste. Maar ben ik heel erg fan van ook. Je kan nu namelijk in bulk ook activiteiten sluiten. Wat heel fijn is als je denkt, oké, ik heb misschien een foutje gemaakt. Of er zijn heel veel mensen uit dienst gegaan. Nee, dat is eigenlijk geen goed voorbeeld meer, want dat werkt nu. Maar het is eigenlijk voornamelijk als je een foutje hebt gemaakt. Of er zijn een aantal mensen die ziek zijn. Die zou je misschien in bulk de activiteiten van willen sluiten. Want als iemand ziek is. Ja, dan zou je hem op geblokkeerd kunnen zetten in het systeem. Maar eigenlijk gebeurt dat vaak niet. Waardoor een activiteit open blijft staan. In dit geval zou je ze eigenlijk in bulk allemaal kunnen gaan sluiten. Wat heel makkelijk is, het was er nog niet. Je ziet hem hierbovenaan, close all instances. Wordt natuurlijk allemaal nog vertaald. Maar kan heel fijn zijn als je denkt, oké, ik moet echt eventjes grote getallen activiteiten sluiten. Dan kan dat in dit geval. En dan ben ik wel al stiekem best wel lang aan het woord geweest. Volgens mij zijn we over het half uur heen. Oké. Okay. Eén minuutje. Okay. Nou, goed moment om te gaan afronden inderdaad. Ja. Dankjewel Robin voor je toelichtingen rondom de nieuwe functionaliteiten. Ik kan me voorstellen dat het een behoorlijk aantal punten is om in één keer toe te gaan passen. Dus je kan alles rustig teruglezen en het webinar wordt dus ook toegestuurd naar jullie. Mocht je vragen hebben, uiteraard stel ze gewoon direct aan Robin of je andere consultant of direct aan de accountmanager. Ik ga graag eventjes met jullie in gesprek om het een en ander uit te leggen verder. Daarnaast hebben we het vandaag voornamelijk gehad over
Totara. Maar vanuit de Corsair Company zijn we meer bezig dan alleen met Totara. Dus ook andere leertechnologieën en over leren in het algemeen. Daarom organiseren we dit jaar op 30 juni Wijzer 2022. En als jullie klant zijn bij ons, dan zijn jullie meer dan welkom om die dag ook te komen. Met ons in gesprek te gaan over de toekomst van leren en het online leren en de leertechnologieën. Ik heb de link in de chat geplaatst waarop je de verschillende sprekers terug kan vinden. Nogmaals, Robin, hartstikke bedankt voor jouw gedeelte, maar natuurlijk ook iedereen hartelijk bedankt voor jullie aanwezigheid en de aandacht hierin. We hopen jullie snel te spreken en wellicht zelfs op het Wijzer-platform. Wij blijven nog heel even online en mochten er dus vragen zijn, dan kan je die direct nog verwachten. En anders komen we later in de week, waarschijnlijk niet deze week, want het is een korte week voor ons, de week daarop bij jullie terug. Dus nogmaals, heel erg bedankt en een fijne dag gewenst allemaal. Yes, dankjewel. Fijne dag.